In de Laakhal is een nieuwe tijdelijke tentoonstelling gekomen, Jonge Rembrandt Rising Star. En de aanleiding is, zoals het hoort bij een goed collectiemuseum, twee werken uit de eigen collectie. Deze brillenverkoper, 1624, en een ander werk wat we zo zullen bespreken. Het ongelooflijke aardige aan dit werk is dat het niet meteen een Rembrandt is, zou je zeggen. Het is, ik durf het woord onbeholpen niet in mijn mond te nemen, maar doe het toch in vergelijking tot de latere werken van Rembrandt. Wat is er nou bijzonder aan? Kijk, het is een alledaags tafereel. Daar wordt Rembrandt, naast al zijn mythologische en bijbelse voorstellingen, toch wel de grote specialist van de 17e eeuw in. En als je dan kijkt, dan wordt je aandacht meteen getrokken door de interactie tussen die man die naar zijn oog wijst, ja, ik kan het niet goed zien, en die brillenverkoper die kant en klaar, als in de bekende winkels tegenwoordig, een aantal brillen heeft liggen. Hij heeft het mishandeld, nou probeer die even. Maar waar het om gaat, is dat er een slimme vent staat die een ouder echtpaar denkt, nou ja, ik kan jullie ook wel alles verkopen. En dat zie je aan dat beetje stoere gedoe, een paarsig pak, een mooie muts op en een bungelende oorbel. Nou, waarom krijgt een bungelende oorbel zoveel aandacht? Nou, dat krijgt hij omdat het het karakter van die verkoper onderstreept. En daarnaast is dan ook nog eens een keer dat schuimende kraagje, even dat kant wat eruit komt, heel modieus, het laatste van het laatste op dat moment. De Lakenhal heeft twee schilderijen van Rembrandt in eigen bezit. Deze vroege brillenverkoper en een langdurig bruikleen van de Rijksdienst van het Culturele Erfgoed. Ook vroeg werk. Twee jaar later gemaakt in 1626. Ook alweer zo'n schilderij waarvan je niet het eerste idee zou zeggen, een Rembrandt. Maar als je nou eens even wat beter kijkt, dan val je van alles op. Het is nog steeds de hele jonge Rembrandt. Waarschijnlijk, want we weten het allemaal niet zo, de overgave van een stad. Er staat een man die trouw zweert, want dit is het zwerend gebaar, aan een vorst die hoger staat. Mensen met wapentuig, prachtig, fijn geschilderd. En als je dan doorkijkt, dan zie je wat het wat grover, wat meer Rembrandtesk zouden wij zeggen, wordt geschilderd. Maar het allerleukste is dat zelfportret, waar je ook weer niet te beroerd voor is om die staf van de vorst doorheen te laten komen van Rembrandt. En daar zie je een van die dingen die je in zijn latere portretten al heel vaak ziet, namelijk het verf is nog nat, hij draait zijn kwast om en met die penseel, dus het harde deel, tjak, 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 zet hij even de krulletjes in zijn haar. De Lakenhal tentoonstelling is een samenwerking met het Ashmolean in Oxford en daar is een aantal prachtige werken uitgehaald, onder andere een tekening, dat is natuurlijk altijd een unicum. Het is een van de weinige portretten die Rembrandt van zijn vader heeft gemaakt, een tekening. Waarschijnlijk een studie voor een schilderij. En wat valt op? Nou, wat valt op? Die neus natuurlijk. Rembrandt heeft zijn neus, die we voortdurend tegenkomen op etsen en zelfportretten, van zijn vader. Toch leuk, hè? Zo'n bijkomstigheid.